Het is toch een thuisgevoel hier in Dordrecht. Hier ben ik ook begonnen met ijshockey. En om hier thuis te spelen voor heel veel mensen die ik ook ken, is natuurlijk ook geweldig. Als er zoveel mensen zitten, dan is het moeilijk om iemand te gaan zoeken. En, als ik eenmaal de wedstrijd begin, ben ik gewoon met de wedstrijd bezig. En daarna zal ik wel van horen van ik zat daar en ik zat daar. Dan komt vanzelf wel. Hoe moeten we Japan inschatten in deze wedstrijd? Eigenlijk is dat best wel een goede tegenstander. Ze spelen in de Asian League, de meeste. En dat is best wel echt een topcompetitie eigenlijk. Ja, dus als wij daar ons mee kunnen meten, dat is natuurlijk top. We zijn eigenlijk met alles heel snel en moeten veel het lichaam spelen. Zijn wel kansen hebben voor een gouden plak natuurlijk. Ze zijn gedegradeerd vorig jaar. Maar ik denk niet dat we onderdoen van hun. We hebben wel kansen gehad en we konden deze wedstrijd ook winnen. We hebben een moeilijke voorbereiding gehad met niet een compleet team. Het is natuurlijk niet de gewenste voorbereiding, maar ik denk als we zo spelen en we kunnen Japan verslaan, dan hebben wij zeker kans op een medaille. Ja. Als je je taken doet, het kan altijd. Ja. Blijven 20 man tegen 20 man en dan moet je het gewoon goed doen en je kopje erbij houden. Ik heb nu alle jeugdteams doorstaan van het Nederlands team. En nu om met het Nederlandse seniorenteam te spelen, dat is natuurlijk altijd een droom geweest. En een droom die uitkomt is altijd mooi. Voor mij, hier houdt bij mij niet op natuurlijk. Ik wil gewoon zo hoog mogelijk eindigen voor mezelf ook. En ook met het Nederlands team. Wij willen gewoon zo hoog mogelijk spelen. En misschien wel over een jaar of misschien twee jaar promoveren of iets. En het beste uit onszelf naar boven halen, dat is belangrijk.